Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij onze uitlegfilmpje voor onze YouTube creatie 19 februari 2024. Wij wensen jullie heel veel knutselplezier namens Debbie en mijn. Ik leg deze even aan de kant. Vandaag ga ik met jullie een creatie maken wat niet al te moeilijk is. En daarvoor hebben we 1 kleur kartstok nodig. We hebben 1 keer 18 bij 12. We hebben 1 keer 10 bij 18. We hebben 1 keer 7,7 bij 9,7. We hebben 1 keer 5,7 bij 9,7. En we hebben 1 keer 5,7 bij 9. En dat heb ik van wit kartstok gemaakt. Daarop heb ik van mijn paperpad. En het is een slimlijn formaat, maar dat is op zich niet erg. Heb ik een contrakleur gesneden. En die ga ik even met jullie doornemen. Ik heb 2 keer 11,7 bij 11,7. Ik heb 2 keer 3,7 bij 9,7. Ik heb 2 keer 5,7 bij 11,7. Ik heb 1 keer 7,4 bij 9,4. Ik heb 2 keer 5,4 bij 8,7. Ik heb 1 keer 1,7 bij 9,7. En ik heb 1 keer 5,4 bij 9,4. Het staat misschien in de omschrijving staan alle maten erbij. Waarschijnlijk heb ik ze door elkaar nu opgenoemd, maar dat is niet zo erg. Je komt er vanzelf wel uit. Daarbij heb ik het designpapier Pandabeer gebruikt. En ik laat jullie zien dat je dat ook heel goed kan gebruiken zonder kanden. En daarvoor heb ik al gesneden. 2 keer 11,4 bij 11,4. En als ik het zo zie, is deze een stukje korter. Dus ik ga kijken hoe ik uitkom. 2 keer, is dat op de achterkant, 5,4 bij 11,4. 2 keer 3,4 bij 9,4. 2 keer 5,1 bij 8,4. 2 keer 7,1 bij 9,1. 2 keer 5,1 bij 9,1. En 1 keer 1,4 bij 9,4. Ik heb mijn designpapier afgeinkt met de Distress Oxide Salty Ocean. Die zal ik waarschijnlijk straks nog een keer nodig hebben. Daarbij heb ik van restjes papier. Oei, alles valt naar beneden. Heb ik strookjes gemaakt van een halve centimeter. Als restjes van het restjespapier. Dus nu had ik lange lengte over. Dus ik heb daar ook lange lengte voor gebruikt. Daarbij heb ik van de Kraftlab. Heb ik een. Met de snijmaal de pandabeer gemaakt. Maar ik heb ook de stempel gebruikt. En die heb ik als een pandabeer gekleurd. En als een gewone beer. Maar goed, die komt er natuurlijk niet op. Ik heb de bloempjes zelf gemaakt van papier. En dat is hetzelfde papier van de paperpad. En uiteraard heb ik de blaadjes. En ik heb ook nog even onze eigen bloempjes. En onze eigen panden uitgeknipt. Voor de aankleding. Ik weet nog niet wat ik ga gebruiken. Maar ik heb het in ieder geval klaar liggen. Dat zet ik in ieder geval aan de kant. Dat komt later pas. Deze leg ik even voor mij neer. Daarbij ga ik ook nog gebruik maken van mijn 2 ronde ponsen. Deze is doorsnee 3,2 centimeter. En deze is doorsnee 3,8 centimeter. Ik heb ze opgemeten. Kijk, ze nog hier liggen. Ik heb altijd mijn restjes hier naast elkaar liggen. Kijk, dit is een halve rondje en dan zie je het goed op. Dat heb ik nagemeten. Dus die ga ik ook nog gebruiken. Maar we beginnen eerst met onze kartstok. Ik heb even mijn beschrijving erbij. En we beginnen met de 18 bij 12. Ik pak mijn reelbord. Ik zet mijn mes goed omhoog en ik ga hem op de lange kant van 18 ga ik hem rillen op 6. Dan de rilbord weer even aan de kant.
Zoals jullie horen ben ik flink verkouden. Het is nu vrijdag 29 december. Terwijl ik dit filmpje opneem, ik ben een weekje vrij. En ik ben wel altijd tussen kerst en oud en nieuw ziek. Maar is het gelukkig alleen een goede verkoudheid. Dus het valt nog mee. Maar het is altijd vervelend. Dan zie ik dat iemand heeft afgegeven erop. Maar dat gun ik weg. Gelukkig. Ik pak even mijn vouwbenen erbij. En we gaan de lijnen er goed in, strak invouwen. Dat is mijn kaart. Dan heb ik daarvoor de 11,7 bij 11,7. En dat is een contrakleur. Die komt hier bovenop. Deze komt op de achterkant. Daarop komt mijn designpapiertje 11,4 bij 11,4. En dan zag ik dat er een wat smaller was. Deze is dus te breed, dus die moet achter. Ga ik in ieder geval voordoen. Goed op de letters letten, want die moeten wel naar beneden. Even een puzzeltje. Want ik heb natuurlijk een 5,7 bij 11,7 die aan de binnenkant komt. Deze dan wat korter. 11,7. Het zou toch 11,7 moeten zijn. Even kijken, het staat hier op 11,7. Ik vind hem wel iets aan de korte kant. Als ik hem hiernaast haal, scheelt dat toch een paar centimeter. 2, 3 millimeter denk ik. Ik ga gewoon een nieuw stukje voor snijden, want dat vind ik niet mooi. Maar dat maakt niet uit. We gaan eerst even deze plakken. 11,7 bij 11,7. Zeg ik dat goed? Ja. Die komt hier aan de binnenkant. Als mijn contrakleur. En zo'n paperpad heeft natuurlijk niet zo'n heel dik papier. Dus dat is mooi als contrastkleur te gebruiken. Kom mijn designpapiertje netjes bovenop. En dan kijk ik even of ik hier nog een stukje heb dat het dezelfde kleur heeft. Ja. En dan moet die 11,7. En waarom heeft hij dat niet goed? 11,7 bij 5,7. Dan kan deze ook nog een keer 5,7 uit. Nou, dat is die al. Heel klein randje misschien. Nou, top. Ga ik even kijken of die nou mooier uitkomt. Ja, ja. Dus nou, dat doen we die. Helemaal goed. Zo zie je dat een paar millimeter al gelijk niet lekker valt. En geen probleem, ik leg deze wel alleen even aan de kant, dat ik niet straks misgrijp. Want ik heb daarvoor natuurlijk ook mijn designpapiertje. 5,4 bij 11,4. Die komt hier bovenop. Het is echt geen moeilijke creatie. Dus iedereen kan deze maken. Kun je lekker los in gaan. En soms is dat ook wel eens fijn om geen al te moeilijke creatie te maken. De buitenkant ga ik ook gelijk even beplakken. Zo. En hij is 11,7 bij 11,7. Dan zie je dat hij dan net aan de ene kant wat mooier uitkomt. Waarom weet ik niet. Want je zou zeggen 11,7 met 11,7 is hetzelfde. Maar dat gevoel had ik niet. Doe dan ook gelijk het nieuwe stukje wat ik gesneden heb aan de buitenkant ook.
Misschien hoor je op de achtergrond me drogen draaien. Dat kan. Tussen toch even een wasje doen. Deze is te groot. Oh ja, dat waren we al achter. 11,4 moet die zijn. Hij is 11,4. Hij is 11,4. Heel raar. Ik haal het toch even een klein millimetertje af. Zo. Hij was 11,4 zoals ik het had gezegd. Ik vind hem zo wel mooier erop. Kijk. Heel raar. Maar maakt niet uit. Beter een stukje eraf. Zeggen wij altijd dan een stukje erbij. Want dat gaat niet. Zo. En deze komt dan aan die kant. Loopt niet helemaal door. Maar dat geeft niet. Hij klapt straks toch naar binnen. En dan zit het niet naast elkaar op de kaart. Dus dan valt het niet zo heel erg op. Want normaliter moet dat bij mij goed doorlopen. Hier moet je wel goed op letten dat je letters van de krant naar beneden komt. Dus dit is zo mijn basis. We hebben nu de allebei de kanten beplakt. Dus ik ga deze even aan de kant leggen. Ook even mijn labeltjes op een plekje terug. Want nu ga ik mijn kartstok 10 bij 18 erbij pakken. En ik pak ook mijn railbot weer. Zet het mes weer helemaal omhoog. En we gaan hem op de kant van 18, dus op de lange kant, gaan we hem rillen op 4. Op 6. Op 10. En op 14. Dan ga ik weer even mijn gum erbij pakken. Want ik zie dat hij weer dwars door mijn rillijn heen loopt. Ik weet niet waarom ik dat altijd voor elkaar krijg. Dan ga ik hem eerst eventjes vouwen, de lijnen. En het maakt niet zoveel uit hoe je hem nu vouwt. Ik doe wel de goede kant van mij. Dus met structuur leg ik naar mij toe. En dan heb ik de eerste 4 en de 2 centimeter aan de rechter, aan de linkerkant. Dit is rechts. Aan de linkerkant. Ik wil hier in het midden wil ik een halve cirkel uithalen. Dus ik draai hem dan even om. Dan heb ik nog steeds die 4 en die 2 aan de linkerkant. En hier heb ik dan 4, 4, 4. Draai hem even om. Ga hem even opmeten. Want hij is 10. Ja, en de helft is daarvan 5. En om een mooie cirkel te kunnen maken, een halve cirkel, trek ik hem altijd even door. En dat doe ik op de achterkant. Trek alles weer netjes terug en dan pak ik daarvoor de kleine, de 3,2. En dan zien jullie dat ik hier aan de zijkant 2 streepjes heb zitten. Dat is een halve cirkel. Deze potloodstreep loopt gelijk met de voorkant van deze. Dus ik hou hem erop. Zorg dat mijn potloodstreep aan de voorkant erop zit. Druk hem een heel klein beetje in om te kijken of ik rechts en links gelijk zit. Dat zit ik, maar ik zit niet voor helemaal. Dus ga ik nog een keer kijken. En dan zeg ik... Oké, dat is mijn cirkel. Nou, wil ik deze cirkel bewaren. Dus die ga ik straks hergebruiken. Dan ga ik hier op de korte kant en op de vouwlijn ga ik de halve centimeter plakken die we extra hebben gesneden. Dus ik doe dat met een dun Dutch doobie-doo. Even op zijn kop staan. Kom. Er maar uit. Doe ik eerst mijn korte kant. Die plak ik tegen de rand aan
tegen mijn rillijn. Hou ik even vast. Pak mijn kleine schaartje en ik knip hem af. Dan ga ik hem aan de lange kant doen. Dan komt hij tegen die halve centimeter strookje. Komt hij aan. Nou, kom aan. Ja, je kan natuurlijk ook de lijn op je halve centimeter doen. Maar hoe ik het ook altijd doe, ik zit dan altijd onder. Dus ik doe hem gewoon lekker zo. Klein randje ervan af, want hij moet natuurlijk nog wel even dat foutje kunnen maken. Zo, tegen de lijn. En dan knip ik hem hier ook af. En dan doe ik het laatste stukje ook. Vul je hem nou, dat je zegt van nou, ik vind dat niet genoeg, kan je hem nog een keer doen. Maar voor deze is het echt wel genoeg. Dus wil je een wat dikkere tag erin doen, wat kan hè. Dan doe je gewoon nog een keer dit erop plakken op de halve centimeter. En dan heb je een dikkere pocket. Dan zie je er aan de buitenkant helemaal niks van. Ik bewaar de strookjes gewoon. Dat is altijd handig. Neem een bakje, bewaar die halve centimeters. Want die zijn hem even pas. Draai hem even om. Nou, gaan we even puzzelen. Want ik heb hier designpapiertje. Zoals jullie weten. De designpapiertje. Ik moet even kijken. Die hoeft niet. Ik ga mijn voorbeeldje even bijpakken. Die wel, die niet. Die wel, ja. Deze twee moeten wel designpapiertje hebben. Die heeft geen designpapiertje nodig en die ook niet. Deze heeft wel het designpapiertje en het komt alleen aan de voorkant. Dus dan pak ik daarvoor mijn 1,7 bij 9,7. Die plak ik dan op die 2 centimeter. Dan plak ik deze hier ook op. Nou, dan wil ik hier natuurlijk mijn rondje ook uit hebben. Maar ik heb daar ook een designpapiertje voor. En ik ga eerst het designpapiertje plakken. Zodat ik dan dezelfde cirkel eruit heb. Anders heb ik heb geen drie maten cirkels. Dus ik ga eerst deze even het designpapiertje plakken. Op mijn afmat blauw papier. Dan even drogen. Dan doe ik op de andere blauwe afmat papier ook mijn designpapier. En de kleuren komen mooi overeen, hè? Dat is zo grappig dat je dat weer terug laat komen. Uiteraard hoeft dat niet, hè? Kan je het ook gewoon blauw papier, kraftpapier nemen of wat dan ook. Maar soms is dat wel leuk om met dubbele kleuren te werken. Oh, plak. Ik pak deze. Die draai ik weer even om. Laat ik het midden uitmeten. 9,7. Ik leg hem iets verschuiven. Ik ga hem gewoon weer op 5 doen. Ik heb gewoon een 2 mm daar en 2 mm daar aan beide kanten. Dan heb ik zeg maar dat die in de 10 is en dan doe ik gewoon de helft. Nu pak ik de grotere, de 3,8. Dan hebben we hetzelfde weer. Hier het streepje. Er zit nu nog geen streepje op, maar komt op hetzelfde neer. Leg weer mijn lijntje hierop. Zie ik dat die niet goed in het midden ligt.
Dan haal ik hem eraf. Zo. Dan pak ik wel even mijn beïnkter. Daarom hou ik hem altijd even erbij. Dan hoop ik voor zegen. Ietsjes speling heb ik hier. Nou ja. Ik kan altijd nog even een beetje bijwerken. Als je wat hoort, dan is mijn hond. Die hebben een mandje boven neergezet op de kamer. Omdat ze graag bij ons zitten. En die is even aan het graven. Kijk, dat is wel jammer hè. Dat dit niet zo mooi is. Maar dat geeft niet. Ik pak gewoon even deze erbij. Ik haal er nog even een klein randje af. Nog een stukje. Nog een heel klein stukje. Ik had ook knippen, maar ik vind het nooit zo mooi worden. Kijk, staat beter. Het is niet zoals het hoort, maar goed. Ik ga hiervoor. Pak nou mijn basis er weer bij. En deze komt hier op de voorkant. En die rillijn loopt gelijk met die. Maar ik wil die plakken. En die gaat dan wel met de goede kant. Maar ik doe daar de Dutch Doobie-Doo lijm op. Dus die pak ik er even bij. Dan zit dat vrij snel plat. Vast bedoel ik. Niet plat, vast. En dan kijk ik op het oog in het midden dat deze komt. Dan moet ik wel... Oh, zie je, die zit vrij snel vast. Wel de witte lijn aanhouden. Voor mijn zijnpapiertje. Deze gaat naar beneden. Even kijken hoor. Mijn voorbeeldje. Zo. Zo wordt hij gevouwen. Dus ik heb de eerste naar beneden. De tweede gaat naar beneden. Deze gaat naar boven, die gaat naar beneden. En die komt dan dat je hem zo hebt. Dan zien jullie dat ik hier die halve centimeter heb. Dan ga ik op die halve centimeter strookjes ga ik ook Dutch Doobie-Doo lijm doen. Ik hou hem vast. En dan ga ik hem gewoon dichtklappen. Meer doe ik niet. Zit die vast. Zien jullie? Daarvoor heb ik, en dan komt die, nog een kartstok. Even kijken. De 7,7 bij 9,7 komt op de voorkant. Die komt een klein stukje ervan af. Die plak ik daar vast. De 9,7... De 5,7 bij 9,7, die komt op de tweede. En de 5,7 bij 9,7 wordt de tag. Die doen we later. Ik ga eerst op beide. En dan moet ik even, ik denk dat ik weer moet gummen, denk ik. Anders zie je het natuurlijk. Voordat ik die op ga plakken, ga ik daar natuurlijk ook even mijn dessinpapiertje op verwerken. Dus ik begin met deze. Hou deze even vast. Dan heb ik hier mijn 7,4 bij 9,4 in het blauw. Daar heb ik dan de dessinpapiertje 7,1 bij 9,1 voor hier. Maar ik heb hem ook voor de achterkant. En daar heb ik geen blauw op gedaan. Voor deze. Dus voor de tag. Sorry, dat is verkeerde. De 5,4 bij 9,4. Die komt op deze. Daarop heb ik de 5,1 bij 9,1. En die komt hier bovenop. En dan heb ik alleen het dessinpapiertje voor achter. Die ga ik even plakken. Dan pak weer mijn lijm erbij. En ik vind deze wel heel leuk voor. Ik zijn nog geen panden tegengekomen, hè?
Nee. Zo zie je dat je als je, je kan hem met pandabeer maken. En je kan hem dus ook zonder maken. En ik vind pandabeer heel erg leuk hoor. Vind ze heel lief. Maar ik wil ook laten zien dat het ook zonder kan. En dat blijkt. Maar weer. En ik doe die 5,1 bij 9,1 hierop. De achterkant zie je niet heel veel van. Daarom heb ik ervoor gekozen om alleen eigenlijk de zijpapiertje te doen. En dat doe ik een beetje aan de buitenkant. Want deze kant komt straks hier bovenop. Het enige wat je ziet is dit. En dat vond ik niet zo mooi. Dus vandaar heb ik gekozen om daar toch even een designpapiertje op te doen. Ik kan ervoor kiezen om daar ook blauw op te doen. Maar dat vond ik net iets too much. Dus vandaar dat ik dat niet heb gedaan. Als jij zegt dat wil ik wel, dan moet je het doen. Maar het gaat me eigenlijk net omdat ik niet een al te grote witte vlak daarop heb. Even kijken of ik deze dan. Die komt zo hierop. Dus die komt dan naar. Dit is dan wel goed. Want dit is de goede kant. En dan pak ik weer mijn Dutch Doobie-Doo lijm. En waarom zeg je, waarom pak je daar dan weer de Dutch Doobie-Doo lijm voor? Omdat ik die sneller vind plakken. En dat doe ik op de witte gedeelte. Wel een stukje van de kant af. Zoals jullie zien. Want hier komt deze grote bovenop. En die haal ik overal een randje vanaf. Dan sla ik hem open. Oh, de top had ik er al af. Dan doe ik op deze witte vlak ook weer Dutch Doobie-Doo lijm. Dan maak ik weer een randje vanaf die 2 centimeter af. Deze komt dan weer hier bovenop. Als ik hem dan dichtklap, wil ik dat deze twee gelijk komen. Dus deze moet een klein stukje schuiven naar beneden nog. Kan het nog? Ja, dat kan nog. Kijk, dat is beter. Dus als je hem nou openvouwt, heb je dus een dubbele kaart. En dan komt hier komt het de tag in. Dan denk ik dat 9 net voor mij iets te krap is. Dus ik haal daar even een millimetertje vanaf. En dan moet je even persoonlijk kijken hoe strak jouw pocket is. En wat ik zei, is dat ik deze had bewaard. Ik heb alleen even mijn potloodstreepje weggegummen. Want dat kwam uit dat half rondje. En die wil ik in het midden hier plakken. En dat doe ik dan met de Doobie-Doo lijm. Dan draai ik weer even aan mijn carouselletje. Dan pak ik mijn pincet en op het oog ga ik hem dan in het midden plakken. Daar ben ik hier een beetje mee eens. Ja, ik denk het wel. Oké. Weg. Dan heb ik hier mijn blauw, de 5,4 bij 8,7 en die heb ik wel 2 keer. En mijn designpapiertje 5,1 bij 8,4. En ik heb niet te overlopen, want dat is van deze paperpetten. Je hebt aan één kant heb je de goede kant, zeg maar, gladde. En aan de andere kant heb je een overloopje in het blauw. Heel mooi, maar ik vind dat toch dat even net wat mooier. En ik vind dat ook net weer wat leuker hierbij komen. Bij mijn designpapiertje. Dan zie ik dat deze, ah, tuurlijk. Tuurlijk, Jankie. Ik had natuurlijk een paar millimeter eraf gehaald van mijn kartstok. Dus dan moet dat natuurlijk ook een randje van mijn designpapier eraf. En ook van mijn afmaakpapier. Dus ik wil hier ook even een klein randje eraf. Is die dan goed nu?
Nog een klein randje. Ik doe een heel voorzichtig randje, want ik knip nooit zo mooi recht. Ik doe het even buiten beeld. Zoals jullie zien. Ja, daar nog even wel mijn beïnkter erdoor. En je ziet of vel er eigenlijk nog op zit. Want ik heb nog geen één keer op de Distress inkt oxide gedipt meer. Nadat ik gisteren of eergisteren zelfs al mijn papier had klaarleggen. Ik had het allemaal al gesneden, maar ik ben er niet aan toegekomen om op te nemen en geen puf. En vandaag ga ik zover. Nu moet ik dat nog wel eventjes gaan doen. Dan moet ik van deze kant natuurlijk ook even een strookje eraf. En dat moet ik van mijn designpapiertje dan ook nog even het strookje eraf. Dan hoop ik dat dat genoeg is. In ieder geval van mijn blauw denk ik wel. Dus die ga ik aan de achterkant er ook op plakken. Ja, prima. Even kijken of ik met mijn designpapiertje ook uitkom. Ja. Daar ook nog even mijn beinkt erop. Dan kan je daar straks een leuk stempeltje op zetten. Wat je ook leuk kan doen als je een verjaardag hebt. Dat je hier een cadeaukaart in stopt. Tegenwoordig is dat, willen ze dat ook vaak hebben. Hoe leuk is dat dan als je dat zo kan verwerken in een kaart. Dus je kan eigenlijk meer mogelijkheden mee doen. Even kijken, want mijn papier is nog niet helemaal droog. Ik moet er voorzichtig inschuiven. Kijk. Als ik hem dan dichtklap, zie je hem dus niet. Ietsjes. En dan is dit mijn kaart voor deze creatie. Je klapt hem open en ik kan door en je hebt hier dan een leuke pocket. En zo kan je versturen. Kijk, en dan dacht ik van, nou, ik wil de bloemetjes er natuurlijk op hebben. Dat vind ik heel erg leuk. Ik vind deze zelf erg groot. Dus ik weet nog niet of ik dat ga doen. Ik kan deze er ook nog even bij doen. Moet ik even over nadenken of zou ik alleen de bloemetjes doen. Of deze bijvoorbeeld, ook erg leuk. Dat kan allebei de kanten op. Is ook leuk hoor, deze. Ik ga daar ga ik nog even mee stoeien. In ieder geval, dit is mijn creatie van 19 februari. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Heb je hem gemaakt? Zet hem in onze album, zodat iedereen al deze mooie creaties kan zien. En dat is mooie inspiratie bij elkaar. En wij wensen jullie heel veel knutselplezier. En we kijken uit naar jullie mooie creaties. Een hele fijne dag nog. Doei doei!